Nicky, jullie spelen in principe een goede wedstrijd, hebben het meeste balbezit, maar helaas toch verloren met 3-0. Hoe kan dat? Ja, klopt. Ik denk sowieso dat het een geflatteerde uitslag is, 3-0 nederlaag. We spelen tot de 1-0, tot de 20e minuut prima. Dan denk ik echt dat we Heerenveen met de rug tegen de muur zetten. Komt die 1-0, dan zijn we het gewoon kwijt. Ja, dan probeer je het in de rust het om te zetten en probeer je toch nog te winnen. Maar we komen er 2 doelpunten tegen. Een afstandsschot en een, in mijn ogen, onterechte penalty. En dan sta je gewoon met 3-0 aan het einde van de wedstrijd, maar echt geflatteerd. Ja. Ergens missen jullie ook nog de connectie voorin om toch veel kansen te creëren. Waar ging dat ergens mis? Ja, klopt. We hebben niet veel kansen gecreëerd. Ik denk dat we misschien moeite met het veld hadden, dat misschien meespeelde. Maar ja, dat moet dinsdag gewoon beter. Dat we echt kansen gaan creëren en die ook afmaken en omzetten in doelpunten.